Arjen, wat is je bijnaam? Wat mijn bijnaam is? Na vandaag of na de zoveelste keer? Na vandaag, ja. Supersub denk ik inmiddels, hè? Ja, maar ik zag het woord pinchhitter. Ik zei het toevallig namelijk vorige week. Het was bij de training, toen zei ik tegen iemand handen over jou. En zei ik, ja, maar Hagi is een echte pinchhitter. Nou ja, inmiddels wel. Ja, vroeger natuurlijk niet. Maar ja, dit seizoen en afgelopen seizoen natuurlijk ook wel wat meer. Maar ja, de rol is een beetje tot invaller gekomen op dit moment. Ja, op zich, dat gaat me redelijk goed af bij Vlagen. Maar hoe is dat? Nou ja, als voetballer wil je natuurlijk voetballen en zoveel mogelijk spelen. Maar ja, kijk, ook vanwege de fitheid en blessures word je soms gewoon gedwongen dat je vanaf de bank begint. En op zich heb ik daar geen moeite mee. Als je gewoon wel van waarde van team bent, dan is dat prima. Als je af en toe je goals mee kan pikken, dat is mooi. Ja, ik heb je ook wel eens gesproken en dan vond je het was ook wel lastig. Ik bedoel, je wilt geen wissel zitten. In zo'n seizoen, is dat dan ook heel raar? Nou ja, kijk, als spits kom je erin als je achter staat vaak. Nou ja, we hebben 24 wedstrijden bijna niet verloren nu. Dus dan is je rol gewoon wat beperkter op dit moment. Dus ja, dat is soms wel eens lastig. Maar goed, als je gewoon wel. Je voelt je gewoon het onderdeel van het team natuurlijk. En uiteindelijk, als we blijven winnen, dan is het gewoon goed. En jij hebt maar 2 minuten nodig. Ja, vandaag wel, ja. Maar goed, dat is niet altijd zo. Nee, want hoe heb je de wedstrijd aan de kant beleefd? Nou ja, eerst zelf was het een beetje een schaakspel volgens mij, want ja, er gebeurde niet zo heel veel. Tweede helft was het wel wat leuker, kwamen wij goed op voorsprong. En dan voetbalt het ook wat makkelijker, dan moeten hun wat meer eraf natuurlijk. Dus dan wordt het allemaal wat makkelijker. Zeker als je dan 2-0 maakt, nou ja, dan voetbal je zo'n wedstrijd een stuk makkelijker uit dan als het 0-0 blijft lang. Ja, dan maakt die 3-0 niet heel veel meer uit, maar voor jou zelf persoonlijk is het natuurlijk wel fijn. Ja, voor de wedstrijd maakt het in principe niet uit. Maar het is fijn als je 2 minuten meedoet dat je er nog één in prikt. Ja, zeker. Ja, voor de statistieken en het gemiddelde is het lekker. Ja, doelpunten per minuut gaat weer omhoog nu. Dus dat is goed, ja. Ja, dan hebben jullie nog 2 wedstrijden te gaan. Ja, jij bent een beetje de oudste van de ploeg, hè? Ongeveer, zo'n beetje. De rest zegt, oh, ik voel helemaal geen spanning, joh. Geloof jij dat? Nou, er is echt wel spanning, dat geloof ik niet. Maar ja, kijk, als je gewoon rustig blijft en je doet gewoon je ding, dan... Als je geen spanning hebt, je hebt altijd gezonde spanning. En die moet nog 2 wedstrijden nu, dan moet je gewoon volle bak geven. En dan gaan we zien waar we dan staan.